Ja, 25 jaar klassement. Al 25 jaar delen en downloaden wij elkaars leermiddelen. Van een snelle extra oefening op wiskundige vergelijkingen, een videoles over de tijden van het werkwoord, een actua-quiz over een Karuït-uitzending, tot een hele cursus natuurwetenschappen. Inderdaad dat jullie, alle aanwezigen hier aanwezig, leerkrachten uit heel Vlaanderen, al een kwart eeuw lesvoorbereidingen, toetsen, cursussen met elkaar delen in de grootste leraarskamer van het land. Ik kijk enorm uit naar de twee komende sprekers. En naar de klassementplannen. En graag klinken we er straks eentje op deze namiddag. Blijf delen. It takes a village to raise a child. It takes a vision en een fantastisch team to raise klassement. Hier zien we nog een keer het volledige productoverzicht van klassement op dit moment. Dus we hebben eigenlijk de klassement website. We hebben de verschillende deelsites, dus eigenlijk de subsecties. Bijvoorbeeld ICT op KC, de lat hoog voor talen. Wat eigenlijk subsites zijn die rond een bepaald thema of voor specifiek een bepaalde doelgroep zijn gemaakt. Dan heb je ook oefen.be. Dat is eigenlijk het platform voor de leerlingen, waar we interactieve oefeningen aanbieden, waar leerlingen eigenlijk gratis en vrij kunnen oefenen. Er is ook Klassie, misschien iets minder bekend, maar hiermee willen we elke leerkracht de kans geven om een gratis website op te richten. En er is ook nog Why Not. Nu, wat zijn onze plannen? We willen eigenlijk verder inzetten op elk van die individuele producten. En niet alleen verder inzetten, maar we willen die ook graag gaan doorontwikkelen. We willen er eigenlijk ook nieuwe features, nieuwe functies aan gaan toevoegen. In de eerste plaats aan Hans, want zonder hem zou er nooit een klassement zijn geweest. Maar ook het klassementteam, zowel die oud-collega's als mijn team nu, als ons team nu. Ook het Digi-team, heel fel, merci. Ook zonder al deze klassementleden, zonder al jullie downloads, reacties, sterretjes, gedeelde leermiddelen, zouden we niet zijn wat we nu zijn en zouden ook niet kunnen worden de visie die we voor de toekomst hebben. Wat ik voor de zee, heb het altijd nodig en zo zijn klassen mee.